Welkom bij weer een nieuwe video van John Behrens en ik. En vandaag ga ik je laten zien hoe je een Olaplex thuisbehandeling moet doen. Wat heb je hiervoor nodig? Olaplex nummer 0 en nummer 3. Veel mensen van jullie zouden het wellicht al kennen. Voor de mensen die het niet kennen, ik zal het even uitleggen. Heb je droog en beschadigd haar, dan is Olaplex het product die je zou moeten gebruiken. Omdat dat ervoor gaat zorgen dat je haar volledig herstelt. Ben je helemaal thuis in de CG-methode, dan weet je dus ook dat deze de enige Olaplex nummer zijn die helemaal volledig CG zijn. Hier staat ook Repairs and Strengthens All Hair Types. Wat belangrijk is om te weten is dat je deze Olaplex behandeling gewoon thuis kan doen. Sommige mensen kennen het misschien van de kapper. Want ja, je kan het ook bij de kapper doen. Maar dat zijn nummers die wij zelf niet zouden kunnen kopen. Dus heb je gewoon enorm beschadigd haar doordat je veel je haar krult, je haar verft, verkeerde producten gebruikt. Producten gebruikt die niet onder de CG vallen. Je haar vaak stijlt met een stijltang. Dan betekent dat dus dat je heel erg beschadigd haar kan hebben. Dat is dan het perfecte moment om Olaplex te gaan gebruiken. Want het herstelt je beschadigde haar weer. Het geeft je glans weer terug en het structuur van het haar moet behouden. Wat ook goed is om te weten is dat deze producten helemaal proteïnevrij zijn. Oké, let's start. Oké, ik heb mijn haar losgemaakt. Ik ga eventjes laten zien hoe droog en pluizig mijn haar is, zoals je ziet. Dus wat we weer terug willen krijgen is mijn krul, dat het een stuk zachter weer aanvoelt, meer glans geeft en precies weer zit zoals ik het wil. Oké, ik heb even een handdoek omgedaan omdat ik niet wil dat het spul op mijn kleren komt. Stap 1 is dus je haar goed doorkammen. Dan ga ik mijn haar goed verdelen. We beginnen dus bij Olaplex 0. Dit kan je zien als een soort primer. Het is echt heel erg belangrijk dat je met Olaplex 0 voornamelijk focust op de middenlengtes en de punten. Oké, het zit allemaal in mijn haar en nu moet het 10 minuten intrekken. Oké, de 10 minuten zijn voorbij. Dat betekent dat we overgaan naar Olaplex 3. Oké, net als voorheen is het heel belangrijk dat je alles meepakt en dat je niks overslaat. Dus we gebruiken de klem weer. Oké, er staat dus op de site dat je ongeveer 10 minuten nodig hebt om het in te laten werken. Maar als je echt heel erg beschadigd haar hebt, dan raden ze dus een half uur aan. Oké, er staat dus als tip ook nog dat je je haar kan borstelen nadat je erin hebt gedaan. En dat zodat alles goed verdeelt. Dus dat ga ik even doen. Oké, wat ik nu ga doen is fingercoilen. Omdat het nu toch in moet werken, is dit het perfecte moment om dit te doen. Ik zal je uitleggen wat dat is. Als je dus beschadigd haar hebt, dan kan het dus zijn dat je krulpatroon niet meer is zoals het is. En fingercoilen zorgt er dus voor dat je weer je krulpatroon terugkrijgt. Dat betekent dat er gewoon een krulgeheugen is in je haar. Kijk, fingercoilen doe je gewoon letterlijk draaien om je vinger. En wat ik dan vaak ook doe, is het nog even omhoog scrunchen. Maar je houdt eigenlijk gewoon je haar vast en je draait deze in het rond. En dan laat je hem vallen
En vaak scrunch ik dan nog even omhoog. Hetzelfde met de rest. Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide. Je ziet dus nu heel duidelijk dat de krulpatroon er nu een soort van in is gedraaid. En dat er nu clamps zijn gecreëerd. En we moeten nog even goed in te squeezen. Blijft het ook zo. Oké, dat kan naar de achterkant. Oké, we beginnen dan weer met de achterkant. Ik vind het soms lastig om even te achterhalen welke kant ik op moet draaien. Dus dat ze eerst even uitzoeken. En dat zie je dus als het erin blijft of als het er juist uitdraait. Oké, het half uur is voorbij. Nu ga ik het uitspoelen en ik laat jullie zien hoe ik dat precies uitspoel. Omdat dat heel veel invloed heeft op hoe mijn haar uiteindelijk gaat zitten als het droog is. Oké, op de kop was ik het uit en dit zorgt ervoor dat ik extra volume krijg. Maar ook creëert het bij mij zoveel meer krul en clamps. Probeer dit ook een keer met je stylingsbrug. Je gaat echt verschil merken. Oké, als slot doe ik altijd mijn haar nog uitspoelen met koud water. Koude water zorgt er namelijk voor dat je minder pluis haar hebt en dat het er minder dof uitziet. Oh ja jongens, en vergeet de zijkanten niet, want ook daar wil je natuurlijk volume. Of je dit nou met de Olaplex behandeling doet of het normale wassen, het is echt een aanrader. Oké, iedereen, ik ga nu even mijn haar verder wassen en jullie zien mij zo met het eindresultaat. Doeg!